Yes. Nou, we gaan beginnen. Vandaag volgende gastspreker bij Security, Carla Bombelt. Ik ken haar misschien al. Ze is naast de docent hier ook verantwoordelijk voor de minor e-discovery, de deeltijd minor. Misschien heb je op die manier als van, kennis gemaakt. En schrijft ook e-discovery in blok 4, daar zal ze zelf nog het een en ander over vertellen. Vandaag gaat het over information security, de breedste zin van het woord. En ja, zoals altijd, the floor is yours. Dank je wel. Tja, na alle hardcore onderwerpen die jullie inmiddels in het kader van security achter de rug hebben, SSL's, PKI's en wat iets meer zijn, nu iets totaal anders. Namelijk information security. Dat waarvoor je het eigenlijk technisch gesproken allemaal zou moeten doen. Ik ga jullie een introductie geven op het gebied van information security. Want als ik daar dieper op in zou willen gaan, dan is dat bijna een vak op zichzelf. Dus ik beperk mij tot de hooglijnen. En ik probeer vooral voor jullie de relatie zichtbaar te maken tussen IT, informatietechnologie, informatie. En jij als deelnemer in dit geval aan de voltijd Mino Forensic Intelligence and Security, waar je natuurlijk behoorlijk diep in aanraking komt met computerforensics in alle facetten. Dat kan zijn netwerkforensics, dat kan zijn diskforensics, operating system forensics, het maakt allemaal niet uit. Maar je doet het allemaal omdat je bezig bent stukjes informatie, data te zoeken, die aanleiding zijn om te geloven of te kunnen onderbouwen dat er ergens iets gebeurd is dat niet helemaal pluis is. Ik zal straks de onderbalk nog iets nader toelichten op het moment dat ik mijzelf wat nader zal introduceren. Het menu van vandaag. De sheets zijn allemaal in het Engels, zodat je ook meteen wat Engelstalig jargon zult horen en zien, maar het verhaal dat ik ga houden is in het Nederlands. En zoals gebruikelijk zullen de sheets ook bij jullie op de VLO komen te staan. En dat is denk ik in de bekende map Security. Wat staat op het menu? Uiteraard informatiebeveiliging. Ik begin met een introductie van mijzelf. Dan ga ik het hebben over 6 mannen. Vervolgens ga ik met jullie eens even kijken, als je nou iets aan informatiebeveiliging zou willen doen, waar moet je dan minimaal rekening mee houden als je geslaagd wilt spreken van een goede informatiebeveiliging? De basisprincipes die leiden tot succes. Hoe krijg je dan informatiebeveiliging voor elkaar? Of beter gezegd, hoe kun je dat succes gaan beleven? En een van de belangrijkste manieren om dat te doen is het verkrijgen, vergroten, verhogen van het bewustzijn van mensen als het gaat om informatiebeveiliging. En dat is een van de meest lastige dingen. En tenslotte vat ik het geheel nog even samen. En zoals gebruikelijk schijnt te zijn bij security, krijgen jullie daar aanvullend een opdracht die je dan in het laatste gedeelte van dit lesblok met elkaar kunt gaan uitvoeren. Introductie. Nou, Arnim heeft mijn naam al genoemd, Carla Bombelt. Zoals gezegd door Arnim, sommige mensen kennen mij, sommige mensen hebben mij misschien alleen ooit eens langs zien lopen of door het gebouw E zien wandelen of buiten bij de voordeur zien staan. Aangezien ik een van de weinige rokers ben in het gezelschap, sta ik frequent bij de voordeur. Als je normaal iemand wilt kenschetsen en dan met name in het teken van Forensic Intelligence of e-discovery, dan praat je over een drietal kenmerken van een persoon die dan meestal een misdadiger is of een slachtoffer is. De MMO, de means, de motives en de opportunity. Nou, welke middelen gooi ik in de aanbieding? Uiteraard mijn vooropleiding, zoals de meeste van jullie heb ik ooit ook een middelbare school afgerond. Ik ben van huis uit een
typisch alfa-mens. Wiskunde is iets waar ik niet veel affiniteit mee heb. Talen wel, dus vandaar ook dat ik na mijn middelbare school een taal ben gaan studeren. En dat is Duitse taal en letterkunde. Dus ik ben ook afgestudeerd in germanistiek, zoals dat toen nog heette. En daar heb ik ook een aantal jaren les in gegeven aan HAVO, VWO, eindexamenklassen en aan secretaresseopleidingen voor Duitse handelscorrespondentie. Ik heb vertaalwerk gedaan en op die manier kwam ik in aanraking met automatisering. Duitsland liep toen de tijd qua automatisering redelijk voor en had een aantal behoorlijk goede boeken geschreven. En mij werd gevraagd om een deel van die boeken te vertalen in het Nederlands. Nou, prima. Maar behalve dat die woorden en die zinnen interessant waren, vond ik de stof ook interessant. En dan moet ik even heel hard terugdenken. Ik denk dat het zo'n 30 jaar geleden is, ergens in die buurt. Toen waren jullie er, de meeste van jullie er waarschijnlijk nog niet. Toen was er ook al een schromend tekort aan IT-deskundigen. En wat ze toen hadden bedacht was mensen met een academische opleiding. Die boden ze de mogelijkheid om zich te laten omscholen naar automatisering. Dat heb ik gedaan. Na een stoomcursus van 6 weken volledig in het Engels was ik leerling COBOL-programmeur. Misschien heb je ooit van COBOL gehoord, derde generatie taal. En vervolgens na die 6 weken werd ik uitgeleend. Ik zat in de detachering. En toen kwam ik bij de spoorwegen terecht. En daar heb ik mee geholpen aan het realiseren van een personeelsinformatiesysteem. Ik was net klaargestoomd om te werken onder Unix. Toen kwam ik bij de klant en daar werkte ze op een mainframe. Dus weer een paar avonden en weekenden boeken bestuderen. En zo is mijn carrière in automatisering begonnen als leerlingprogrammeur. Vervolgens werd ik programmeur. Hoofdprogrammeur, een bekende groeipad wat je toen had. Toen werd ik systeemontwerper, daarna informatieanalist. Vervolgens werd ik projectleider. En ik heb een heleboel klanten vanuit mijn detacheringsbedrijf gezien. Zo heb ik bij een aantal ministeries gezeten, bij Volkshuisvesting, bij Rijkswaterstaat. En ik heb daar met heel veel plezier allerlei projecten gedaan, hele nieuwe omgevingen leren kennen. SAP was toen in opkomst, SAP, een van de grote pakketten op het gebied van Enterprise Resource Planning. Een beetje vergelijkbaar met SIS, maar dan nog beroerder. En boekhoudsystemen, je kan ze gek niet bedenken. Maar wat ik steeds merkte in al die projecten, was dat het schrikbarend slecht gesteld was met het kennisniveau en het vaardigheidsniveau van de gemiddelde IT'er die begon aan een carrière in de informatietechnologie. Dus op basis van mijn werkervaring en het vervelende feit dat er blijkbaar onderwijsbloed in mijn aderen stroomt, dat ik er maar niet uit kan krijgen, tenzij ik een bloedtransfusie zou doen, ben ik overgestapt naar het hbo-onderwijs. En daar ben ik begonnen eerst in Breda, toen in Rotterdam en uiteindelijk hier in Amsterdam als docent bij bedrijfskundige informatica. Hier zat ik bij informatica en daar heb ik van alles gegeven, van inleiding informatieanalyse tot en met conversie, databases, je kan het zo gek niet benoemen, datacommunicatie, e-til. Maar uiteindelijk kwam mijn passie een beetje naar boven als het gaat om onderwerpen in automatisering. En dat is toch alles wat te maken heeft met informatiebeveiliging en onderzoek. Ja. Als ik die twee combineer, dan verklaart het een beetje waarom ik op dit moment doe wat ik nu doe. Net als mijn waarde collega's achterin, Arnie en Elmer, ben ik lid van de kenniskring Electronic Discovery. En met name Arnie en ik zijn zo'n beetje de trekkers binnen deze opleidingen als het gaat om alles wat te maken heeft met computerforensics en
e-discovery. Ik vooral het onderzoeksproces en zorgen dat je op een forensisch verantwoorde manier gegevens gebruikt om een antwoord te geven op een vraag, wat is er gebeurd? Terwijl Arjen voor mij altijd de technische man is die de details weet tot op PIC-niveau. En juist de samenwerking tussen techniek en onderzoek en weten hoe je een toedrachtsonderzoek moet doen, levert een verrassend positieve combinatie op. Vandaar ook dat wij regelmatig een aantal dingen samen doen. We zijn in november voor een wekelijkse masterclass naar Frankrijk geweest, waar we Digital Forensic Investigations hebben verzorgd. En we komen, nou, we zijn koud terug, weer uit Frankrijk van een intensive program on e-discovery, waar met name ook die twee aspecten centraal hebben gestaan. Waar we met 7 buitenlandse partners en zo'n plus minus 60 studenten een klus hebben geklaard, een vooronderzoek voor de Europese Commissie. En ik herken in ieder geval in de populatie die ik hier zie, 2 gezichten die mij heel bekend voorkomen van het IP-TIGO. En daar zie ik Loes zitten, die ook deelgenomen hebben aan dat IP. Dat zijn mijn middelen die ik in kan zetten. Heel veel kennis. Ik ben, sommige collega's noemen mij wel eens een wandelende databank. Nou, dat klopt wel, u vraagt. En ik weet wel een antwoord, of ik weet waar ik het kan vinden. Maar er komt nog iets bij. Ik heb een aantal motieven waarom ik de kennis die ik heb zo graag eigenlijk niet voor mezelf wil houden, maar ik wil het graag delen, meegeven, doorgeven. En ik hoop ook altijd dat ik met de dingen die ik doe en de dingen die ik zeg, dat ik anderen kan inspireren om er iets mee te gaan doen met dat onderwerp. En vooral ook om jonge mensen die nog aan de start van hun loopbaan staan te inspireren dat wat je eenmaal ooit in een verleden gekozen hebt, niet beperkend hoeft te zijn, maar dat daarmee dus niet je carrièreverloop vaststaat, maar dat er talloze switchmogelijkheden zijn. Dus eens gekozen is niet altijd hetzelfde. Dat betekent wel dat je gelegenheden, als die zich voordoen, moet grijpen. Daar ben ik dan ook altijd wel open voor. Ik verzorg van allerlei lessen, vandaag ook een gastles hier bij jullie binnen security van VIS. Ik gaf ook altijd informatiebeveiliging in de deeltijd, maar dat is helaas als vak ter ziele gegaan. Jammer voor de deeltijdstudenten. De Minor, de deeltijd Minor Electronic Discovery, daar vertel ik straks nog wel iets meer over. En ik begeleid studenten bij afstudeeropdrachten. Vooral die studenten die graag iets willen doen op het gebied van informatiebeveiliging en of Electronic Discovery, zijn altijd van harte welkom om mij te vragen of ik ze wil begeleiden. Dat wil ik meestal wel op 1 voorwaarde. Als een student voor minimaal de 8 wil gaan als eindcijfer, dan heeft hij aan mij een hele goede begeleider. Ben je minimumleider, oftewel 4-6 goed genoeg, dan verwijs ik zo'n student meestal door naar een collega. Want dan heb ik zelf geen zin en interesse om daar tijd en energie in te stoppen als het toch maar voor een 6 is. Dus hoogvliegers, die zijn van harte welkom. Oké, dat iets over mijzelf. 6 mannen. Waarom 6 mannen? Het is gebruikelijk dat als je met een probleem geconfronteerd wordt, dat je op de een of andere manier een truc vindt om zo snel mogelijk een probleem helder te krijgen. En hoe kun je dat doen? Het beste door vragen te stellen. Vandaar die 6 mannen. Er zijn er namelijk 5 van de 6 die dienstbaar zijn. En zij zijn dienstbaar aan de 6e man. De 5 mannen zijn what, oftewel wat, waar, wanneer, wie, waarmee of hoe. En degene die de diensten die anderen leveren moeten kunnen ontvangen, dat is why. Als je een onderzoek doet, met name een toedrachtsonderzoek, of dat nu computerforensisch of toedrachtonderzoek is, maakt verder niet uit, dan is het belangrijk dat je begint met
de wat vragen. Wat is er eigenlijk gebeurd? En zo ja, als je dat weet, heb je dan ook een idee waar het gebeurd is. En wanneer dan? Welke tijdsframe? Welke tijdsperiode? En het is natuurlijk leuk om proberen te achterhalen wie er dan allemaal bij betrokken waren. En nog mooier zou zijn als je kunt achterhalen waarmee dan zo'n incident heeft plaatsgevonden. Welke hulpmiddelen zijn er bijvoorbeeld gebruikt? Of in jullie termen, welke software en welke achterdeurtjes zijn gebruikt? Welke zwakheden, onvolkomenheden in de diverse systeemlagen zijn er gebruikt? En uiteindelijk wil je dan wel, als het enigszins kan, proberen te achterhalen, ja, maar waarom heeft iemand dat nou gedaan? De waarom-vraag is vaak de moeilijkste vraag om te beantwoorden. Vandaar dat je ook altijd begint met de meest simpele vragen. En er is één verschil met een politieonderzoek. Als je het vergelijkt met een computerforensisch of een e-discovery onderzoek. Een politieonderzoek is vooral gericht op de vraag, wie heeft het gedaan? Wie is de dader? Nou ja, in ieder geval, wie is de verdachte? Zodat de politie die zo snel mogelijk kan oppakken en kan gaan verhoren. Om erachter te komen of dat inderdaad degene was die het gedaan heeft. Computerforensics en e-discovery zijn niet geïnteresseerd primair in de wie-vraag. Zijn niet op zoek naar de dader. Zijn alleen maar op zoek naar het verklaren van de omstandigheden waaronder iets heeft plaatsgevonden. Ja, dus een justitieel, politioneel onderzoek wil juist die wie zo snel mogelijk helder krijgen. Het resultaat van jullie onderzoeken kan uiteraard input zijn voor politie en of justitie, waarmee zij dan verder kunnen rechercheren om uiteindelijk toch op één of meer verdachten zo niet veroordelingen te kunnen uitkomen. Het wat is voor ons de belangrijkste vraag. Wat is er gebeurd? Als we deze zes mannetjes inzetten, moeten we dus in ons achterhoofd houden dat uiteindelijk het doel is iemand te bedienen, dus de waarom-vraag. Ik ga deze zes W's loslaten op informatiebeveiliging. Oké, we beginnen met de wat-vraag. Dan zit je al snel in het vervelende gebied dat je definities moet hebben. Wat is informatie, wat is beveiliging en wat is dan ultiem informatiebeveiliging? Nou, we doen het heel simpel. Informatie wordt beschouwd als een asset. Dat is iets wat van bijzondere waarde is voor een bedrijf of voor een organisatie. En een asset is een business resource, net zoals personeel en kapitaal en grond business resources zijn. Informatie heeft dus waarde. Soms is die waarde niet exact uit te drukken in dollars of in euro's, maar wel in de zin van als we dat niet hebben, dan zou het wel eens minder goed, zo niet slecht, met ons bedrijf kunnen gaan. Als informatie een asset is, iets van waarde, dan is het gebruikelijk dat je een asset gaat beschermen. Vandaar ook security, beveiliging. Bescherming van dingen die van waarde zijn voor de onderneming. Waar moet je ze dan tegen beschermen? Nou, bedreigingen. Nou, ik ga niet in op alle bedreigingen die wij tegen kunnen komen op het gebied van informatie en of IT-systemen. Want dat is zo'n gigawaslijst en die groeit bijna dagelijks. Het enige wat van belang is dat je je assets informatie dus moet beschermen tegen bedreigingen en op een gepaste manier. Gepaste manier wil zeggen rekening houdend met de stand van de techniek. Tegenwoordig kunnen we meer dingen inzetten om iets te beveiligen dan we in het verleden konden. Maar alles wat je doet in het kader van beveiliging, daar hangt een prijskaartje aan. Dus je wilt een afweging maken als je gaat beveiligen. Leuk, deze bedreiging en het risico dat eruit voortvloeit en de gevolgen die het kan hebben. Maar hoe belangrijk is het als bedrijf dat we investeren in tegenmaatregelen?
Want wat kosten die? En wat levert het ons op? Dus het is een continu een afweging tussen de mogelijkheden en het kostenverhaal. Dus een kostenbatenanalyse. En je wilt natuurlijk ook je beveiliging zodanig inrichten dat het niet alleen passend is qua kostenbaten, maar dat het ook niet al te hinderlijk is voor de mensen die met informatie en of onderliggende IT-systemen moeten werken. Er is niks zo vervelend als wanneer je elke keer als je iets moet doen weer opnieuw moet inloggen. Goed, daar hebben we ook de trucs voor, dan doen we wel een single sign-on, maar het is al niet te minder. Gebruikers zien vaak het nut en de noodzaak van bepaalde vormen van beveiliging onvoldoende in, met alle gevolgen van dien. De bekende plakketjes met wachtwoorden die naast beeldbuizen hangen of onder toetsenborden zijn geplakt. Of volledig onversleuteld op iemands telefoon of iPad of tablet staan. Gemak dient de mens. Toch? Dus we moeten het de gebruikers een beetje makkelijk maken, maar toch zorgen dat de beveiliging een redelijk, een passend niveau heeft. En ook dat is balanceren op een slagbord. Dus informatie is een asset. Beveiliging is om die asset te beschermen. Wat is dan informatiebeveiliging? Nou, de beveiliging van informatie. Dat is dan helder als je doorredeneert. Nou, bij informatiebeveiliging hebben we nog met veel meer bedreigingen te maken dan bij beveiliging SEC. Want bij beveiliging SEC wordt vaak gekeken naar de fysieke beveiliging. Hoe beveilig ik mijn gebouw? Zet ik er een receptionist neer? Of zet ik er niet alleen een receptionist neer, zet ik er ook nog een bewaker naast? En zet ik er alleen een bewaker naast, of zet ik er ook nog een bewaker met een hond naast? Doe ik allerlei moeilijke toegangsdeuren waar je eerst moet aanbellen voordat je binnengelaten wordt? Hoe zit het met het pasjesysteem? Moet iedereen zichtbaar een badge dragen? Dus vaak zie je bij beveiliging dat gefocust wordt op toegangsbeveiliging tot fysieke plekken in een gebouw. Maar beveiliging is dus veel meer dan de fysieke beveiliging. Dus je hebt ook veel meer bedreigingen automatisch als je het hebt over informatiebeveiliging. Belangrijk is dat de definitie die ik hier heb opgeschreven, de definitie is die algemeen geaccepteerd is, omdat het een definitie is uit de officiële norm, de informatiebeveiligingsnorm. En wel de NEN ISO IEC de 27002:2007. We zijn inmiddels aan de zoveelste variant van de informatiebeveiligingsnorm toe. Die is nog maar 6 jaar oud. De vorige die dateerde uit 2005. Dat was een redelijke voorloper. En deze is alom nu geaccepteerd en gerespecteerd. En iedereen die iets wil met informatiebeveiliging probeert te voldoen aan de 27002. Daarover later ook nog meer. Daarin zegt de norm dat information security is protection of information from a wide range of threats in order to ensure business continuity. Kijk, daar heb je het. Je wilt de continuïteit van je bedrijf zekerstellen. Minimize business risk. Het risico voor je bedrijf zo klein mogelijk maken. Leven zonder risico bestaat niet. Ja, dood zijn. Dan heb je leven zonder risico. Dus zo gauw je een bedrijf opricht, loop je bedrijfsrisico's. En die wil je zo klein mogelijk houden. And maximize return on investments and business opportunities. Oftewel, het geld dat je stopt in je bedrijf en het geld dat je stopt in informatiebeveiliging, dat wil je op de een of andere manier terugverdienen. Je ROI, je return on investment. Oftewel, als jij door informatiebeveiliging kunt zorgen dat jouw bedrijf het voortbestaan verzekerd is, kun je zaken blijven doen, kun je winst blijven maken. En dan loop je dus een grote kans dat je het geïnvesteerde geld terugverdient. En maximize business opportunities. Als jij het beter doet dan je concurrent,
als het gaat om informatiebeveiliging, is de kans groot dat als zich een marktniche of een nieuwe klant aandient, dat jij die klant beter binnen kunt halen dan je concurrent. Omdat je aantoonbaar, volgens de norm, bezig bent met informatiebeveiliging. Dat geeft namelijk vertrouwen. Ik wil niet zeggen dat het vertrouwen dan terecht is, maar het geeft in ieder geval de schijn dat je goed bezig bent. Later weer. Dat was de wat-vraag. Waar dan? Waar is dan informatie security? Nou, overal. Niet alleen maar aan de buitenkant van je gebouw. Niet alleen maar in je gebouw. Je zou kunnen zeggen dat als we kijken naar... Volgens mij zat er ook zo'n ding in. Ja, kijk eens, hier in het midden. Information assets. De bitjes en de bytejes, oftewel de eentjes en de nulletjes. Daar gaat het ons om. Dat zijn de assets. Dat is de toegevoegde waarde, de value in ons bedrijf. Maar information assets, die hebben het nadeel, omdat ze voor een groot gedeelte bestaan uit nullen en enen, dat we dus opslagmedia nodig hebben, dat we communicatiemedia nodig hebben, dat we machines nodig hebben om de gegevens te ontvangen, te bewerken en te versturen. Dat we dus een aantal basisfaciliteiten nodig hebben, elektriciteitssoftware, communicatiediensten, vergeet vooral de mensen niet, hè, want die moeten toch wel die systemen bedienen, zo niet in de gaten houden. En uiteindelijk heb je dan ook nog het gebouw waarin alles keurig netjes aanwezig is. Dus je zou kunnen zeggen dat alles wat IT gerelateerd is, is ondersteunend dienstbaar aan informatie. En waar heb je die informatie dan nodig? Nou, als die informatie vrijkomt uit die systemen, dan zijn er een heleboel activiteiten in een bedrijf die afhankelijk zijn van informatie. Dat betekent dat je als bedrijf vaak een aantal verplichtingen bent aangegaan in het kader van je bestaansrecht. Je levert diensten of je maakt producten of een combinatie. Die verplichtingen kan je alleen nakomen als jij die service en die producten kunt leveren gebaseerd op activiteiten die afhankelijk zijn van informatie. En afhankelijk van hoe de klant naar jou als bedrijf kijkt, heb jij een bepaalde reputatie. En als jij goed omgaat met informatie, tijdig producten en of diensten levert, dan zul je er bij de klant goed voor staan. Dan zal de klant geen reden zien om te zeggen, doei, ik ga naar de concurrent. Maar uiteindelijk de bottom line is, waarom richt je een bedrijf op? Niet omdat het leuk is, ja ook wel misschien, maar vooral omdat je uiteindelijk misschien wilt groeien of omdat je nieuwe dingen wilt gaan uitvinden, nieuwe diensten wilt gaan leveren. Dus je intentie bij het oprichten van een bedrijf is dat het meer moet worden. In welke zin dan ook. Dus je wilt blijven bestaan. En dat betekent, als je wilt blijven bestaan met alles wat erbij hoort, heb je informatie nodig. En aangezien die tegenwoordig veelal digitaal is, heb je dus een batterij IT en IT-infrastructuur nodig om dat te ondersteunen. Dus waar is informatiebeveiliging op alle niveaus? Niet alleen op dit niveau. Want alle beveiligingsmaatregelen die je hier treft, die zijn alleen maar dienend aan je informatie als asset. Wanneer moeten we dan aan informatiebeveiliging doen? Altijd. Altijd. Tegenwoordig leven we in een wereld waarin we informatie in twee vormen tegen kunnen komen. Analoog en digitaal. En uiteraard mengvorm. Vroeger was het simpel. Voor automatisering hadden we alleen maar papier. Stapels, kasten, kelders, magazijnen, pakhuizen vol met papier. Tegenwoordig, volgens schattingen, is nog maar zo'n 85-90% niet meer op papier. Alleen maar digitaal aanwezig. Met andere woorden, 10-20% kun je nog eens een keertje op papier tegenkomen. Waarvan dan ook de meeste dingen die je op papier tegenkomt, ook nog eens elektronisch daarnaast beschikbaar is. Het toverwoord is ISI.
geen CSI, maar ESI. Electronically Stored Information. Of zeg maar de digitale variant van informatie. Dus op het moment dat je een computerforensisch onderzoek gaat doen, ligt het voor de hand dat je vooral gaat focussen op de elektronisch opgeslagen informatie. Want daarvoor doe je computerforensics. Het zit in de computer, ergens. En je moet het eruit zien te krijgen. Electronic Discovery concentreert zich ook op